De politie heeft vanmiddag in het Limburgse Roosteren twee mannen aangehouden. Dat gebeurde met een groot arrestatieteam. Omwonenden vertellen wat ze hebben gezien en die zeggen dan, er was een arrestatieteam die liepen met getrokken geweren af op die twee mannen en vervolgens moesten ze zich tot op de onderbroek uitkleden. Ja, datzelfde arrestatieteam heeft die mannen meegenomen. De politie kan nog niet zeggen wat er precies aan de hand is geweest of waarom die twee mannen mee moesten. Wel laat het Openbaar Ministerie in Limburg weten dat ze later vanmiddag met een persverklaring zullen komen. Ik ben vanochtend vroeg door de politie geïnformeerd dat er iets was aangetroffen in een weiland langs de A2 en dat zij daar onderzoek gingen doen. In de loop van de dag is dat opgeschaald, zijn daar veel politiediensten bijgekomen, ook andere diensten. En vanmiddag heeft daar een actie plaatsgevonden. Nu moeten we afwachten wat daar precies uit zal blijken. Het Openbaar Ministerie doet onderzoek en zij zullen later daarop terugkomen. Ja, er was een arrestatieteam, de explosieve opruimingsdienst. Met Parijs zo vers in het geheugen lijkt dit ook wel een beetje op terrorisme, nietwaar? Ja, nou dat moet later blijken wat daar aan de hand is geweest. Dat weet ik niet. Het is in ieder geval zo dat er meldingen waren die ertoe geleid hebben dat deze diensten worden ingezet. En ik ben heel tevreden dat de politie daar zo op heeft gereageerd.